Hallo mijn lieve Duitse braadworstjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Wolfenstein The New Order. Deze aflevering gaan we verder met doen wat ik het beste kan, nazi's juken. Een beetje zoals een stoomlocomotief, juken, 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 juken. En heb ik daar even over nagedacht, het is wel een klein beetje hypocriet van mij. Denk hier eens even over na. Ik vind het, denk ik, niet zo chill om gejuked te worden. Zeg maar, dat als mensen mij steken met een mes, liever niet. Ik denk liever doorboord worden door een kogel, gewoon pam, zo door mijn buik of zo, dan dat ik een mes in mijn buik krijg. Het doet allebei pijn, denk ik, bloed in allebei de situaties dood. Maar een kogel is toch bam, auw, en daarna zijn er ook pijn, maar waarschijnlijk minder pijn. En een mes is zo bam, erin, hup, er weer uit. Vind ik gewoon, ja, ik vind het gewoon niet chill. En weet je, er is een heel mooi gezegde, behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Maar dat geldt niet voor nazi's. Bam! Zo in je rug. Oh, dat is mooi, dat is mooi. High five, jongeman. High five. What the fuck? Het lijkt wel fucking Darth Vader, joh. Oké dan. De eerste kill is binnen. De kogel is niet door de kerk. Want ja, ik juke momenteel. Even een lintje doorknippen. Ik voel me net fucking Willem-Alexander. Echt, dat is zo chill. Het lijkt me zo cool om koning te zijn. Doe even een duimpje omhoog trouwens, voor koning Rick. Het chillen aan koning zijn is, je moet naar plaatsen toe. Dan moet je daar een lintje doorknippen. En mensen vinden je fucking cool. En je krijgt gewoon applaus voor het doorknippen van een lintje. Zo van, ik kan niet zo heel veel, hè. Jullie kennen mij. Ik kan niet heel veel. Ik heb niet de meest uitzonderlijke talenten van iedereen. Maar ja, meestal als ik ergens ben, zijn mensen gewoon boos. Zo van, Rick, ga weg. En als je dus gewoon koning bent, knip je een lintje door, iedereen, wow, je bent zo awesome! Dat kan ik ook wel gebruiken in mijn leven. Verder, ik volg momenteel aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik scheikunde studeer, bla 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 bla. En volg ik een vak wetenschapsfilosofie. En misschien is het leuk om daarover te lullen, waarschijnlijk niet, maar ik kan het proberen. Oh, hebben ze me gezien? Nee, maar ik kan die gast wel even zijn rug juken. Oké, ze hebben me gezien. Ik weet niet waar het misging, maar die hond is kapot. Die andere man is heel raar aan het lopen. We doen een soort sexy dans met elkaar. Wetenschapsfilosofie in ieder geval. Ik heb heel veel teksten moeten lezen van fucking 100 tot 200 fucking pagina's. Kijk, die gast, we dansen echt met elkaar. Over iets heel moois, namelijk wetenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog. Denk je, saai, wetenschap. Nou, was best wel interessant, want er waren best wel veel spanningen. Je had een heleboel geniale gasten, zoals Einstein. En het probleem was dus, heel veel van die geniale wetenschappers waren Duitsers. En de Duitsers zeiden, hey, geniale wetenschappers, jullie houden van onderzoek doen, hè? En weet je, normaal krijgen jullie niet zoveel geld en hebben jullie niet hele dure labapparatuur. Hier, fucking veel geld, maak kernwapens, maak mosterdgas. En toen werd de wetenschap nogal verdeeld. Sommige wetenschappers moesten daar niets van hebben, maar sommige dus wel. En dat is bijvoorbeeld het verhaal van het is best een cool verhaal, als je het niet wil, ik praat er even heel kort overheen, van Fritz Haber. Die naam heb je misschien ooit gehoord, dus je hebt opgelet bij scheikunde. Fritz Haber is de meesterjuker. Nee, Fritz Haber heeft het Haber-Bosch-proces zit daar achter, waar we kunstmest mee maken vandaag de dag. En kunstmest redt heel veel mensenlevens, want daardoor is de wereldbevolking met zo'n 2 miljard gegroeid. Gewoon omdat hij met kunstmest plantjes goed kon laten groeien. En Haber kreeg een Nobelprijsie. En Haber was een van Duitslands geniaalste scheikundigen. Maar hij hield ook van Duitsland. Hij was echt een liefhebber van Duitsland. En tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij meteen van, hey, ik ga wetenschap gebruiken om Duitsland te helpen met deze oorlog winnen. Dus, die geniale wetenschapper die ook de wereldpopulatie met 2 miljard had laten groeien, maakte mosterdgas. En alle andere gassen in de Eerste Wereldoorlog, allemaal van hem. Maar hij maakte ook Cyclone B. En voor de mensen die Cyclone B kennen, dat is eigenlijk het concentratiekampgas, waar ze heel veel Joden hebben vermoord. En nou is het gekke dus, Haber was zelf Joods. En tijdens het begin van de... Oh, fucking dit slot. Tijdens het begin van de Tweede Wereldoorlog werden opeens alle Joodse wetenschappers gekikt door Duitsland. Echt bijna alle geniale scheikundigen en natuurkundigen waren Joods. Einstein, Haber, Max Planck. Echt, als je een van die namen kent, high five. Als je geen van die namen kent, help met dit slot. Duitsland flikkerde alle Joodse wetenschappers het land uit. Super dom. En Haber was heartbroken. Hij wilde letterlijk Duitsland helpen de oorlog te winnen door wetenschap. En opeens Duitsland, what the fuck? Wat ga je die haten tegen die Joden dan? Hij is gevlucht naar Engeland. Is daar redelijk snel overleden door heel veel stress. En een paar jaar later is de hele familie vermoord met het gas dat hij zelf heeft gemaakt. Het is haast onmogelijk. Wat is een mooie woord daarvoor? Ironisch haast. Dat hij zo van Duitsland hield en Duitsland heeft geholpen met gifgas en dat zijn eigen familie daardoor is overleden. Dat is het verhaal van Fritz Haber.
Ik heb allemaal teksten moeten lezen over de vriendschap tussen Haber en Einstein. Einstein was een man van de vrede, Haber een man van de oorlog. En ze waren allebei geniale wetenschappers en geniale vriendjes. What the fuck is dat karretje aan het doen? Dat was eventjes mijn hele verhaal. Hopelijk vond je het interessant. Zo nee, als je dit interessant vindt, ik ga nazi juken. Wow, wie juke nou wie dan? Ik juke jou. ik heb al een paar, net een mes in me gehad. Dat is toch wel een van die dingen die ik minder vind. Ik ben een beetje verdwaald. Oh, daar is een heel mooi slot met zo'n leukere slier eraan. Een lekkere slier. Als je meer wil horen over wetenschapsfilosofie en de Tweede Wereldoorlog, sms me. Sms me alsjeblieft niet. Please. Ik word al zo van lastig gevallen op mijn telefoonnummer. Oh god, jezus. Respecteer mijn privacy. Snapchat me. Ik wil binnenkort een nieuwe telefoon kopen. En dan wil ik actief Snapchat gaan gebruiken. Want ik vind het best een hele leuke app. Alleen, zeg maar, als ik Snapchat gebruik, dan maak ik alleen maar filmpjes. Ik vind foto's maken, als ik een leuke foto heb, flikker ik hem wel op mijn Instagram. Alleen, mijn mobiel is dusdanig langzaam, dat hij ten eerste altijd vastloopt. En ten tweede, nou, ik kan gewoon Snapchat filmpjes niet aan. Dus daarom zit ik momenteel niet op Snapchat. Als ik een nieuw mobiel heb, iedere dag filmpjes van mijn pik, dames en heren. Kunnen ze dat van Snapchat afgooien als je filmpjes van je pik maakt en naar je kijker stuurt? Je verliest in ieder geval mensen die je volgen op Snapchat. Dat is één. Maar kunnen ze er ook vanaf gooien? Dat is twee. Oh. Alle mensen die nog kijken, ik waardeer jullie bestaan. Alle mensen die niet meer kijken, fuck jullie. Zo horen het toch niet, joh. Hopla, zo'n mes in je keel. Ik vind het hartstikke gezellig tot nu toe. Het is een beetje moeilijk dat middle mouse button en van wapen veranderen is. En juken. Tenminste, de sneaky juke. De sneaky juke. Je bent wel zo sneaky, zo, ah, oh, bam, dood. Middle mouse button, dames en heren. Oké, dan. Ik vind het wel fijn dat jullie nu in ieder geval een klein beetje intellectueel verrijkt zijn met het verhaal van Fritz Haber en Albert Einstein. Maar ja, andere filosofie is natuurlijk ook van die dingen zoals, is het goed om nazi's te juken? ja, ik heb het al een keer gezegd, maar dit is iets waar heel weinig mensen vergeten. Mensen zien dat het nazi's meteen als super slechte mensen. Terwijl in Duitsland was iedereen gewoon een nazi, want dat was gewoon wat iedereen dacht. Zeg maar, hoe jij en ik in het leven staan, is grotendeels vergelijkbaar met hoe onze ouders in het leven staan. Dat neem je gewoon over en de mensen om je heen, je buurman, je vrienden. Je ontwikkelt je aan de hand van wat je vriendjes allemaal doen. Voor mij staan hier onze vrienden, ja? Hey, waarom ga je achter de touw? Hij wil de microfoon pakken. Nee. Je gaat nu geen muziek zingen, jongeman. Jouw zangcarrière is over. Ik vind het wel een heel soort rare SM-kamer. Ik bedoel, ik ben niet vies van een vieze pot SM. Maar dit is gewoon onhandig. Al die gekke maskers ook. Jemig, joh. Jemig. Kon je geen leuke masker vinden bij de feestwinkel, joh. Carnaval is al geweest, jongens. Ja, het is vandaag geen carnaval. Het is geen carnaval vandaag. Dan de andere keer, jongens. In ieder geval, mijn vrienden zijn vrij. Iedereen is blij en iedereen is dood. En ik juke ze allemaal. Ik zal voortaan het woord juken niet meer gebruiken. Ik weet niet of mensen het een chill woord vinden. Wel een grappig woord in ieder geval. Wat moet dit voorstellen, vriend? Wat ben jij aan het doen? Oké, dan even een gezellige cutscene activeren. Even chillen met mijn matties. Woep, woep, woep. In de club. Gosh, oh my. Echt weer leuk om verder te gaan met Wolfenstein in New Order. De serie wordt voor poepie bekeken qua views. Maar ik ga deze game fucking uitspelen. Ik geniet van dit spel. Stabben, precies, juken, shooten, juken. Help, mijn man is nazi. Dat zou een leuk tv-programma zijn. Oh, jezus! Nee toch? Jemig, die nazi's weer hoor. Ik ga ze allemaal juken. Het maakt niet uit dat ze pistolen... Oh, sorry, ik stop mijn microfoon. Het maakt niet uit dat ze pistolen hebben. Ik juke ze kapot. Echt hoor. Oké, dan, dames en heren. Are you ready to juke some nazi's? Because I am. Jezus. Dat is fucking badass. Sorry dat ik zo vaak over Jezus praat. Ik ben gewoon een groot fan. Wat moet ik doen momenteel? Ambush the guards. Is goed. Ik ben er helemaal klaar voor. Gooi die deur maar open. Ik juke ze wel. Oh, ik moet via de bovenkant. Dat is fucking cool. Dit wordt een surprise juke attack. Ik ga nu heel vaak het woord juke gebruiken. En dan gebruik ik het gewoon de volgende afleveringen niet meer. Voor de juke fans. Bij deze. Voor de niet juke fans. Bij deze. Oké, dan. Dit wordt lachen. Dit wordt gewoon lachen. Ik weet niet of ik ga lachen. Ik ga waarschijnlijk wel schreeuwen. Ha! Dat is een soort van lachen. Oké, dan. Dames en heren. Bent u klaar voor het leukste stukje gaming in YouTube gaming? Dat de afgelopen paar seconden geüpload is. Woep, 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 woep. Oh, ik heb een wapen. Ik wil maar geen wapens. Ik ben de jukemeister. Oeh, dat zijn heel veel mooie spulletjes. Hele mooie nazi-spullen hebben. Hele mooie nazi-troep. Wat hebben we? Een lol deur. Oké, dan.
Even eentje pakken hoor. Hoppakeetje. Tjikke, tjikke, tjikke. Oh, ze hebben niks door. Ze hebben niks door hoor. Oké, ze hebben iets door. Ze hebben iets door. Oh shit, dit gaat me nooit lukken. Dit gaat me lukken. Tjakke, tjakke, tjakke. Oké dan. Super tjoeke, tjoeke. Zo, sorry. Ik was even een beetje bezig met de... Oh, yeah. Oh. Zo. Knuffel. Yay. En de wereldoorlog is opgelost. Oké, ik heb in ieder geval een heleboel wapens om uit te kiezen. Laat ik dan ook meteen even al volledig ingaan. En de double assault rifle tot mij nemen. Even een nazi doodschieten daar. Hartstikke mooi. Die heeft zijn lesje wel geleerd. Oké, hij leeft nog. Shit. Het lesje is dat hij doodgaat namelijk. En ja, dat lesje heeft hij nog niet geleerd. Want hij is nog niet dood. Eens even kijken. Moet een beetje rustig aan doen, want ik heb niet zo heel veel health momenteel. Waarschijnlijk ligt hier nog wel een heleboel health in deze gezellige mensenkamer. Daar is een liftje. Eerst even gaan we wat leventjes pakken. Of wat nieuwe helmpies, hartstikke top. Hele mooie kleding hebben ze daar bij de H&M. De Hitler en Maurits. Oh man, weer van die sloten. Ik ben hier niet voor gemaakt. Helemaal naar de sloten. Helemaal naar de kloten. Het is van die partymuziek. Weet je, ik heb het daar nooit zo op. Dan kom ik in de club, weet je wel, met mijn pilsie. Met mijn sexy kleding aan. En dan draaien ze. Oh... Wil seks met die kale. Dan denk ik echt van ja, leuk, welkom club, leuk dat je me wilt nemen. Maar ik wil helemaal geen seks met die kale, nee. Ik ken helemaal geen kale mensen. Niet per se dat ik iets heb tegen kale mensen. Waarom wil je per se seks met die kale? Wat is er zo chill? Wat hebben kale mensen seks met mensen die wat ik niet heb? Weet je wel. Ik ben ook een mens. Ik heb gewoon haargroei. Daar ben ik gewoon trots op. Als je seks met die kale wil, ja, dan wordt het niks tussen ons, oké? Zal ik even die hond doodschieten? Is dat een ding? Waarschijnlijk niet. Hey, Flappy! Oké, ik ga dood of niet soms. Hij bijt wel mijn been eraf, heb ik momenteel het goede idee. Hey, vriend, niet zo kinderachtig. Oké, ik ben dood. Dat is niet cool! Denk ik. Ja, mijn Duits is nog niet zo heel goed. Dat is niet cool. Dat is niet geil. Ik heb het vast al een keer gezegd, maar geil is Duits voor cool. En de Saturn, volgens mij, of de Mediamarkt, een van de twee, heeft als slogan in Duitsland, geil is geil. Oftewel, cool is cool. Blijkbaar. Cool is cool. Geil is geil. Geil is wel geil, dus ik begrijp het ook wel. Ik stel voor om toch naar deze kant op te rennen, want die gast rent vast weg met een reden. Oké, ik neem de tijd. Bloep. Heel droog. Ik hou de deur vast. Snel, snel, snel. Oké, bloep. Bloep. Wat doe je? Hij maakt allemaal deuren open met die ship. Misschien ligt hier nog een collectible of zo. Of ik ga dood. We gaan het even zien. Hallo. Oké, hier is echt geen flikker te doen. Er is geen flikker die ik seksueel kan bevredigen. Er is hier geen flikker te doen. Die grap is eerder gemaakt. Betaal me alsnog maar. Hey, we zijn hier weer. Wat leuk. Vind ik oprecht leuk. Ik ben helemaal blij. Ik ben in mijn staas. Oh, kut. Ik ben wel een beetje aan het doodgaan ook. Oh, die deur is dicht. Hey, heel veel HP. Hartstikke mooi. Beste nazi's. Stop met schieten en ik stop met jullie doodmaken. Dat is een grapje. It's just a prank, bro. Het is een grapje, kill. Eens even kijken. Nu kan ik die turrets waarschijnlijk ook kapot maken. Die waren me eerder namelijk flink aan het kutten. Hier is nog eens een gekke man. Hoppakeetjes. Ik heb alleen geen idee waar ik momenteel heen moet. Ik denk dat we weer naar het begin van het level moeten. Dat lijkt me momenteel logisch. Maar hey, logica is niet mijn nummer 1 voornaamste zaak. Ik ben, ja, zeg maar, mijn Serpent Gameplay slogan is niet Serpent Gameplay. Logica en gameplay. Nee, het is gewoon slapgelul, slapgelul. Iemand zit in een slappe penis? Ik heb er genoeg. Even deze gast pakken. Even pakken. Oh, rustig. Hoppla! Hey. Ze komen gewoon hieruit gerend. Hartstikke mooi. Vergeten zo hun health en ammo. Hadden ze goed kunnen gebruiken, denk ik. Dubbele pistolen. Helemaal. Hey, mooi gat daar, man. Wie heeft dat gemaakt? Doe dit zijn ding een beetje? Die dubbele pistolen? Nou, nee. Ik kan beter gewoon dit pistool pakken. Pistool, geweer, ding. Ik ben niet zo'n wapenkenner, oké? Ik was laatst al mijn vriendin bij Fort Kijkduin. Nu zul je dat niet kennen, het is heel ver weg. Somewhere over the rainbow. Fort Kijkduin is lachen. Het is gewoon een soort oorlogsmuseum van een bunker van, van Napoleon-achtig in Den Helder. Ga erheen, of niet. Zo leuk is het ook weer niet. Maar je hebt wel een aquarium met roggen die je kan aaien. Ik wil altijd een keer een rog willen aaien. Ik heb meerdere keer in mijn leven al een rog geaaid. Life goals completed. Daar is er nog een man. Misschien moet ik gewoon even iedereen doodmaken. Misschien moet ik even alle turrets kapot maken. Ik heb een beetje een doelloos bestaan. Maar dat zijn jullie wel van me gewend, of niet dan? Krrr, krrr. Zou deze man even dood willen gaan? Yo, aan de toppie. Hij stelt ook nooit teleur. Voor mij zit hier nog iemand met een shotgun of zo. Hey jongens. Ik ben precies op tijd voor die double kill. Oké, was dat hem? Is iedereen nu dood? I don't know what's on the other
Waar ging daar een deurtje open? Dat is fijn. I need you to cover me. Ja, maar waar ben je dan? Ik wil graag een cover maken van je zangstem. En zo, maar daar moet ik heen. Was ik hier net ook? Ja. Wat leuke granaatjes en zo. Mijn beste vriend. Waar ben je? Dan kunnen we gezellig shoppen. Nee, serieus, waar is die gast? Oh, hij is hier. Whee! Ik stel wel zo voor zo meteen de video te beëindigen, dames en heren. Ik heb het goed naar mijn zin gehad. Jullie, misschien ook. Deze gast. Niet? Tjokka, 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 tjokka! Deze gast waarschijnlijk ook niet, hoor. Geen zorgen. Tjokka! Het blijft, die animatie van het juken is gewoon heel fijn. Het is gewoon heel fijn om te zien hoe het mes zo in andere mensen gaat. Ik denk dat ik zelf nooit mensen dood zou kunnen steken. Ik vind het gewoon veel te naar. Ik vind het echt gewoon op een heel hoog niveau te naar. Zelfs als iemand me dood wil hebben, ik kan hem waarschijnlijk niet doodsteken, maar ik gewoon, ja. Ik heb het niet zo op doodsteken. Het is gewoon niet echt een van die dingen die ik graag doe. Lieve mensen, dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Wolfenstein The New Order. Hopelijk hebben jullie genoten. Doe even een duimpje omhoog, want ik vond deze video best wel geinig inhoudelijk. Je hebt iets geleerd, een grapje, een dingetje. Zo hoort Serpent Gameplay te zijn. Ik zit lekker in mijn vel, ik heb een lekkere dag gehad. Jij hopelijk ook. En misschien heb deze video die dag net iets beter kunnen maken. Doe dan een duimpje omhoog, of niet. Dankjewel voor het kijken in ieder geval. Dankjewel voor het kijken, had ik al gezegd. Ik ben gewoon even heel positief. Dankjewel voor het kijken. Doei!